tijd voor de aftrap. Ik verwacht vandaag veel drama en spektakel. Nee, dat lijkt nergens op. Mislukte voorzet en dus einde aanval. En wat wordt daar goed verdedigd, zeg. Mogelijk een goede kans hier. Goed gepakt door de keeper. Genoeg spelers voor de goal. Jordan Henderson. Hij schiet de bal naast. En die actie wordt beloond met balbezit. Heitinga. Ja, hij was te vroeg weg. Vlog omhoog voor buiten spel. Gillet. Wordt het een doelpunt of een assist? Hij kan kiezen. Goeie tackle. Hij heeft de bal te pakken. Ja, we krijgen al een eerste vrije trap. Henderson. Nu moet de voorzet komen. Hij heeft zich goed vrijgespeeld en kan de voorzet geven. Nu hebben ze de kans. Komt met de juiste actie daar. Speelt zijn verdediger helemaal weg. Schiet! Dat scheelde niet veel, zeg. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Over de achterlijn. Geen corner, maar wel een doeltrap. En hier zien we die doelpoging nog eens. Bal kwijt. Eens kijken hoe ze omschakelen nu. Voor het doel. De voorzet belandt niet bij een medespeler. Bal kwijt dus. Die aanval. Nou, wat gaat de scheidsrechter daaraan doen? Het balbezit gaat over aan de andere ploeg. Eens kijken wat zij ermee kunnen. Eens kijken of de scheidsrechter een kaart trekt. De scheidsrechter grijpt naar zijn borstzak. Bal gestopt, maar komt terug. Henderson. Oh, wat mooi. Wat gaat hij doen? Hij mist, maar de paas was fantastisch. Ja, die paas die had echt een betere afwerking verdiend.
Henderson. Dit wordt spannend. Ze lopen hier even de leiding mis. En ze winnen de bal terug op het middenveld. Heitinga. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Vrije trap. De bal is alweer onderweg. Vrije trap, snel genomen. Ze verspelen de bal. De tegenstander is ermee weg. Gillet. Heerwaken. Zet zichzelf buitenspel. Gillet. Nu komt het. Mooi opgeruimd door de tegenstander. En wat wordt daar goed verdedigd, zeg. Jongen, dat was een weggevertje, zeg. En dat op dit niveau. Hij dacht aan een slimme steekpaas, maar die bal komt niet aan. Ja, en nu? Bedoelde het goed, maar ver naast. Eerste helft zit erop en de stand is 0-0. Müller. Heitinga. Die bal is overtreding gezien door de scheidsrechter. Rode kaart. Ja, dat is duidelijk. Terecht rood. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Nou, ik had toch meer verwacht van die aanval. Ze zijn de bal kwijt. Ja, en nu? En die zit. Laten we die goal nog maar eens bekijken. En zo zien we het eerste doelpunt van de wedstrijd in de tweede helft pas. Houdt die bal bezit? Wat doet de scheidsrechter?
Dat is geel. Ja, dat is uitstekend gedaan van de keeper. Hij heeft de bal klem vast. Verlengt hem met het hoofd. Ja, hij zit er goed bij en heeft de bal te pakken. Prima redding. Daar hoefde hij niet veel voor te doen. Slordig gespeeld. Met die tackle herovert hij de bal. Gillet. Daar was hij iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel. Goeie tackle. Geeft de voorzet. Heitinga! Aan zijn sprongkracht, daar lag het niet aan. Hij hing mooi hoog in de lucht, maar hij kon er gewoon niet bij. Ja, die bal was inderdaad net iets te hoog om goed te kunnen koppen. Deze spelers voelen elkaar vandaag uitstekend aan. Geen paas die mislukt. Mooi om naar te kijken. Heitinga. De bal gaat heen en weer. We zien hier mooi verzorgd voetbal. Zo'n beetje elke paas komt aan. En dan kan voetbal toch zo simpel zijn. Gillet. Daar ligt iemand op de grond. Wat kan dat zijn? Spierblessure. Wordt flink aangevallen, maar houdt de bal. Heitinga! En we krijgen een hoekschop. De bal gaat achter, de doelman legt hem klaar voor een doeltrap. Heitinga. Ze vechten om de bal. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Hij heeft eerder al geel gegeven aan deze speler. Ik ben benieuwd of er weer een kaart komt. Overtreding, de scheidsrechter geeft geel. Voor de tweede keer, hij moet eraf. Gillet. Goed gewerkt om die voorzet daar te krijgen. We hebben nog 2 minuten aan reguliere speeltijd. Ik ben benieuwd of hij hier een kaart voor trekt. De overtredingen van de ploegen staan in dit overzicht. Goed ingegrepen. Een doelpunt zou ze slecht uitkomen. Gillet.
Vitinga. Nou, dat is een cadeautje. Slordig omgegaan met het balbezit. De bal wordt voor het doel gespeeld. Kan er iemand bij? Volley. Wat een doelpunt. Nou, dat was een beste knal. Uit de lucht, vol op de wreef. Keeper is kansloos. Ja, die kon de bal alleen maar uit het netje vissen. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeer niet zomaar. Oh,